Vandaag heeft de kiesraad van de verkiezingsuitslagen van de eerste kamer definitief bevestigd. Afgelopen dinsdag werd er gestemd door de leden van de provinciale staten. Aan tafel eerste kamerlid voor de SGP, Peter Schalk. Meneer Schalk, van harte welkom. Dank u wel. Dinsdag zijn die verkiezingen geweest en nu pas zijn ze definitief bevestigd. Uh, waar zit dat verschil? Nou, dat is eigenlijk heel gebruikelijk ook bij uh, gemeenteraadsverkiezingen of tweede kamerverkiezingen. Uh, de uitslagen daarvan die worden natuurlijk meteen doorgegeven, ook bijvoorbeeld naar uh, nieuwszenders naar en dergelijke. Ja. En uh, daar zitten goede rekenmeesters, met, uh, die weten precies wat er gebeurt met al die uh, stemmen. En die kunnen dan dus de uitslag in feite wel bekendmaken. Ja. Maar de kiesraad die krijgt alle documenten, uh, uh, zeg maar, uh, fysiek aangeleverd, natuurlijk. En, uh, en is gemachtigd en gerechtigd om uh, ervoor te zorgen dat. De juiste uitslag precies bekend wordt gemaakt. Ja, en vandaag, je nog een keertje natellen misschien. Die telt er sowieso nog na en die komen, uh, daar ga, ga ik echt even vanuit, die komen dan meestal op dezelfde uitslag uit. Maar wat de kiesraad ook nog doet, is uh, precies aangeven van welke mensen bijvoorbeeld met voorkeur stemmen uh, in dit geval in de Eerste Kamer terecht zouden kunnen ja. komen. Ja, dat is de, de rol van de kiesraad. Ja. Um, het gaat natuurlijk over veel minder aantal stemmen dan bijvoorbeeld bij Tweede Kamerverkiezingen of gemeenteraadsverkiezingen. Hoe werkt die verkiezingen uh, van Eerste-Kamerleden? Nou, uh, eerst zijn alle Nederlanders die stemgerechtigd waren uh, naar de uh, stembus geweest voor de Provinciale Statenverkiezingen, dat was op 15 maart dit jaar. En dan uh, tweeënhalve maand later ongeveer worden de statenleden. Ja. Uh, opgeroepen om te komen stemmen voor de Eerste Kamer. Dat dus noem je een soort dus van een. Ja, dat, is, dat is precies het goede woord, het is een getrapte verkiezing. Ja. En um, nou ja, in elke provincie heb je tussen de 40 en de 60 uh, statenleden ongeveer, afhankelijk van hoe groot die provincie is. Uh, dus het aantal stemmen is uh, ook overzichtelijk. Ik ja. geloof ruim 600 of zo. Dus het tellen gaat met, vrij die snel. Die zijn met elkaar 75 Eerste Kamerleden. Nou, elke provincie uh, heeft in zijn eigen provinciehuis op hetzelfde moment stemmingen. Dus uh, dinsdagmiddag om drie uur begon dat in alle provinciehuizen. Ja. En, uh, uh, dan moet het ook echt daadwerkelijk gebeuren binnen uh, een half uur of iets dergelijks. Ja, ze hebben niet de hele dag de tijd. Nee, en dat betekent dat je ook enorm op moet passen. Want stel voor dat een van je statenleden die op jou zou gaan stemmen, uh, in een file terechtkomt. Of op het laatste moment ineens heel erg ziek wordt of wat ja, dan ook. Dat is niet dan mijn... moet er ook iets geregeld zijn, ja. zodat, uh, zodat die stem niet verloren gaat. Ja. Wat is het belang van de Eerste Kamer in de notendop? Nou, het belang van de Eerste Kamer is dat elke wet die wordt aanvaard in de Tweede Kamer. Nog één keer wordt bekeken door de Eerste Kamer en dan wel op drie aspecten. Dat is de rechtmatigheid, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid. Ja. Dus er wordt heel goed gekeken. Zit die wet nou eigenlijk zo goed in elkaar dat die ook uh, in verhouding met andere wetten klopt? Ja. Maar ook dat de mensen ermee uit de voeten kunnen en als, als mensen er de verkeerde kant mee opgaan, dat dat ook weer te handhaven dat is. Of dat weer dus gecorrigeerd kan worden. Dat is precies. Ja. Dus, um, Eigenlijk is het, uh, ja, de Eerste Kamer is uh, uh, het laatste station mm. waar nog één keer gekeken wordt of die wetten die over heel Nederland worden uitgespreid goed zijn. Ja, nu heeft de SGP uh, twee zetels gekregen in de Tweede Kamer, heeft twee zetels kunnen behouden. Uh, ja. Had u dat verwacht? Ik had er heel erg op gehoopt. Mm. Um, de verkiezingen zijn zo geweest dat je kon uit. Uh, rekenen dat er 67 van de 75 zetels uh, eigenlijk meteen rechtstreeks verdeeld waren. Voor ons betekende dat we in ieder geval één volle zetel hadden. Ja. Dan blijven er een paar restzetels over. En de SGP had al de achtste restzetel. Maar uh, partijen gaan kijken of ze elkaar kunnen helpen met de resten die ze hebben. Mm -hmm. En door dat... wie is uh, de SGP geholpen? En de SGP is geholpen door de ChristenUnie. Okay. En dat was een. Uh, Eigenlijk wel een afspraak van tevoren, omdat we in Noord-Brabant... een gezamenlijke fractie hebben van ChristenUnie-SGP. En uh, uh, in alle afspraken is uh, met elkaar vastgelegd dat het reëel is... dat ongeveer een derde deel daarvan van de SGP is. En dan wordt er gekeken van... elke provincie heeft een, uh, afhankelijk van het aantal inwoners ja. een, een puntenaantal. En een derde van Noord-Brabant is dus in feite naar... De, de, uh, naar de SGP gekomen. Mm. En daar hadden ze niet Noord-Brabant voor gebruikt, maar ja. een kleinere provincie. Begrijp ik, ja. Uh, nu, SGP heeft twee zetels kunnen, kunnen behouden. Gelukkig. Gefeliciteerd. Dank daar, u wel. Bent u daar opgelucht over? Ik ben daar heel opgelucht ja, over. Waarom? Ik ben er ook heel dankbaar voor. Mm. Um, omdat, nou sommige mensen zeiden tegen me, het is fijn dat je weer met z'n tweeën, want hè, dat scheelt 50% werk. Ja. Maar ik zei, het scheelt ook 100% steun. Ja. He, je bent met z'n tweeën. Er gebeurt... Enorm veel in die Eerste Kamer. Mm. En dan is het heel fijn dat je een, een, een spanningpartner hebt, een collega waar je... Dat je het niet allemaal in, je eentje, moet je, het niet allemaal in ja. je eentje moet doen. Ik heb bijvoorbeeld zes commissies en mijn ja. collega Diederik van Dijk ook. Ja. Als ik alleen doorga heb ik er twaalf. Ja. Dat is al bijna niet te doen. Mm. Maar ook gewoon in het, uh, in het dagelijkse werk, elke dinsdag, ja. gebeurt het zo vaak dat je even naar elkaar kijkt en zegt mm. van hoe gaan we dit aanpakken? He, dus die sparringpartner, die collega die, na, die naast je staat, dat is gewoon uh, goud waard. Ja, de nieuwe leden van de Eerste Kamer die worden op 13 juli uh, geïnstalleerd. Welke taak staat hen te wachten? Een hele grote taak, want ze moeten... Dat zegt u elke keer, denk ik? Of? Zeker, dat zeg ik elke ja. keer. Maar zeker als je met een nieuwe kamer komt, waarvan meer dan de helft wordt vernieuwd. Mm. Dat betekent dat er een, uh, een groot deel, hè, ik meen 41 nieuwe leden komen... Die moeten allemaal gaan snappen hoe het systeem werkt in de ja. Eerste Kamer. Maar uh, ze krijgen ook de grote taak om de wetgeving goed te gaan beoordelen. En daarbij komt nog die hele politieke aardverschuiving, die er is geweest met gehad. de BBB met 16 zetels, Zeker. ineens in, het, in de Eerste Kamer. Wat voor impact gaat dat hebben op, op, op de dynamiek daar? Nou, dat kan heel verschillend uitpakken. Ja. Uh, we hebben dat gezien de vorige keer na de verkiezing, had Forum voor Democratie 12 zetels. Ja. En daar zaten blijkbaar een heleboel mensen in die of ruzie waren, op ruzie uit waren of op ego's. Ja. Maar uiteindelijk is er één overgebleven, één FVD-lid. Ja. Mijn advies aan BBB zou zijn: zorg ervoor dat je een eenheid gaat uitstralen, dat je, uh, maar ook dat je het werk zo gaat doen dat uh, de Nederlandse burger daar beter van is. Mm. Hè? Het is heel bijzonder en knap dat BBB in één keer met 16 zetels in de, in de Eerste Kamer komt. Ja. Um, maar dat betekent ook een hele zware verantwoordelijkheid. Ja. Die heb ik ook met twee zetels, maar zij ook met zes. Ja, het is tegelijkertijd ook best wel ingewikkeld. Omdat de, de, uh, huidig, het huidige kabinet geen meerderheid meer heeft in de nou. Eerste Kamer. Dus dingen die zij bedenken, die kunnen misschien geblokkeerd gaan worden in de Eerste Kamer. Hoe moet dat verder met dat kabinet? Nou, eigenlijk is dat wel een, een mooie vraag. Want uh, je zou kunnen zeggen: van, stel nou voor dat uh, de coalitie ruime meerderheid zou hebben in beide kamers. Ja. Dan kan zo'n coalitie ook heel gemakkelijk doorgaan met allerlei wetten die misschien helemaal niet zo goed zijn voor, mm -hmm. de, voor de bevolking. Wat je nu ziet is het dat. Het zou er wel makkelijker zijn. Het is voor hen makkelijker, maar het gaat niet over het gemak, het gaat over het goede. Mm -hmm. Dus uh, uh, wat, wat je nu ziet, is dat uh, het kabinet elke keer heel goed moet kijken bij uh, een wet die wordt ingediend. Van krijg ik daar voldoende steun voor? Ja. Dat betekent dat zo'n wet eigenlijk misschien wel beter in balans komt. Ja, maar dan gaat het niet alleen maar over de haalbaarheid en uh, de handhaving en de uh -huh. uitvoerbaarheid. Maar het gaat, het gaat ook over politiek draagvlak. Dus Zeker. je moet meer partijen vinden die het met hun beleid eens zijn. Zeker, maar dan zou je kunnen zeggen, dan krijg je dus meer draagvlak. Mm. En dat betekent dat zo'n wet waarschijnlijk veel meer draagvlak ook in de samenleving heeft. Ja. Want er worden meer partijen betrokken bij zo'n wet. Ja, dus u ziet het wel positief in? Ik vind het eigenlijk een groot voordeel, voor, ook voor de democratie. Ja. Het is niet zo van, nou, de Tweede Kamer heeft besloten en de Eerste Kamer zet nog eventjes een, een, een kruisje achter, uh, achter die wet. Nee, nee. die Eerste Kamer die heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om extra goed te gaan het kijken. Het krijgt ook meer een politieke goed? lading eigenlijk. Ja, ik vind die andere route heel erg politiek. Hè? Dat je gewoon maar doet wat, uh, wat ergens al besloten is. Mm. Ik denk dat het een, uh, meer een democratische lading heeft. Als een politieke lading. Ja, nog uh, tot slot nog, heel even kort. De Eerste Kamer die heeft onlangs ingestemd met de nieuwe pensioen, pensioenwet. Dat heeft 15 jaar geduurd, eindelijk is het rond. Ja. Is het een grote wetswijziging? Ja, het is echt een hele in, uh, ingrijpende wetswijziging. Ja, kun je dat over... in het kort samenvatten? Ja. Wat, wat, wat maakt het zo groot? Het gaat over enorm veel geld, 1500 miljard. Mm. Maar die, uh, de oude wet die is eigenlijk onhoudbaar geworden. En uh, je merkt dat, uh, hè, dat al vele jaren bijvoorbeeld. En niet meer geïndexeerd is. Dat betekent dat ouderen erop achteruit gaan. En ja. deze wet maakt, uh, biedt mogelijkheden om daar beter op in te spelen. Daar bent u blij mee? Uh, ik ben er voorzichtig positief over. Want het moet echt toch goed uitgewerkt worden. En een van de belangrijkste dingen die ik zelf heb gedaan bij deze ja. wetsbehandeling is zeggen. Het moet, uh, de invoeringsdatum moet later. Ja. En dat is gebeurd. Dat is gebeurd. Peter Schalk van de SGP, hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Ja.